Marieke Nijkamp schrijft, droomt en is globetrotter. Haar debuutroman, This Is Where It Ends, is vorig jaar in de Verenigde Staten verschenen en staat al 61 weken in de New York Times bestselling authorlijst. Het verhaal volgt vier tieners gedurende de 54 minuten van een schietpartij op een middelbare school. Heel onwerkelijk. Het is nog steeds heel erg raar. Het boek stond afgelopen week voor de 61ste week in de New York Times bestsellerlijst. En het is nog steeds zo iets bizars om mijn boek daar te zien. En dan te denken van hé, dat is die heilige graal die ik als schrijver altijd had. Van die lijst zou ik best wel graag een keer in willen komen te staan. Maar dat gebeurt waarschijnlijk niet. Dus, maar word je nu niet plat gebeld, plat geschreven? Hoe is dat? Ik krijg best wel wat fanmail van lezers met name. En ik word ook wel uitgenodigd voor allerlei dingen. Maar de meeste festivals in de VS en zo. Ja, ik zit gewoon hier in Nederland. Dus het is niet makkelijk voor mij om te zeggen van ja, ik kom wel even twee dagen langs. Hoe heb je dat nou in het Engels kunnen schrijven? Eigenlijk was dat niet het meest spannende van het hele schrijfproces. Het was mijn vierde boek dat ik in het Engels heb geschreven, vierde of vijfde. Dus dat, het in het Engels schrijven was op dat moment al redelijk gewoon voor mij. Het spannendste was het boek in 54 minuten schrijven en niet zozeer de taal op zich. Dat is dan gewoon een medium. Het was eigenlijk ook op verzoek van vrienden van mij dat ik iets ging vertalen in het Engels. Een verhaal waar ik op dat moment mee bezig was. En dat beviel mij zo goed dat ik gewoon maar door ben gegaan in het Engels. En wanneer kwam het moment dat je dacht van nou, ik moet dit verhaal vertellen? Dit verhaal heel specifiek, een jaar of vijf inmiddels geleden, toen ik in New York was. De eerste keer dat ik in Amerika was. En dat was toen een aantal weken nadat daar een grote schietpartij was geweest in Sandy Hook, op een basisschool. En ik zat met een vriendin in de auto en we kregen het over verschillen in ervaring, het naar school gaan in Nederland versus de Verenigde Staten. En het was zo bizar om te horen hoe gewoon het eigenlijk voor haar was dat geweld op scholen plaatsvindt, dat schietpartijen op scholen plaatsvinden. En dat blijkbaar als geaccepteerd onderdeel van het onderwijs of het schoolgaande leven wordt gezien. En dat wilde ik begrijpen. En voor mij is dan de eerste stap normaal gesproken van ik ga daar een boek over lezen of ik ga een documentaire kijken. En ik merkte dat er heel veel was over wat er om zo'n schietpartij heen gebeurt. Maar heel erg weinig over wat er tijdens zo'n schietpartij gebeurt en hoe dat ook de mensen die dat meemaken beïnvloedt. Dus dat was voor mij eigenlijk een beetje de trigger van als ik dat niet kan vinden in fictie of in non-fictie, dan wil ik het zelf graag gaan schrijven. En hoe koos jij dan zeg maar, de meningen van of de verschillende zienswijzen van alle karakters die jij beschrijft? Want het boek krijgt vorm doordat jij de ervaringen van heel veel verschillende mensen die het meemaken beschrijft. Het was niet een heel bewuste keuze. In sommige gevallen wel, maar ik wist al heel snel dat ik als een van de hoofdpersonen de zuster van de schieter wilde hebben, of de schutter wilde hebben. En ik wist dat ik wilde ook heel graag dat het boek een lesbisch hoofdpersoon zou hebben. Gewoon omdat ik vind dat dat meer in literatuur mag voorkomen en dat er nog heel weinig van is. Dus dat was wel iets waarvan ik al vrij snel had van oké, maar dan is het leuk om haar vriendin ook aan het woord te laten. En eigenlijk kwam het zo vrij natuurlijk van oké, maar je hebt hier dus die schutter en dan heb je die ene persoon die daar aan verwant is. Een andere persoon die daarmee te maken heeft. En welk universum vormt zich daar dan omheen? En hoe kun je verschillende elementen van één gebeurtenis laten zien? En hoe reageert Amerika op het feit dat jij een lesbische hoofdpersoon hebt? Je merkt wel dat het in sommige gebieden, zeker conservatieve gebieden in Amerika, toch wel lastiger ligt. Dat mensen meer bezwaar hebben tegen het feit dat er twee lesbische personages in de hoofdpersonages in het boek zitten, dan het feit dat er meer dan 30 tieners worden vermoord. En dat vind ik altijd wel een beetje een bijzondere afweging. Je denkt van, maar liefde versus moord, waarom vind je die dan problematisch? Voor mij is het, ik zou bijna zeggen, een levensbehoefte.
Het is net zo natuurlijk als ademhalen. Ik ben altijd met verhalen bezig geweest. Ik las als kind al heel erg veel. Ik was ook al heel snel bezig inderdaad met mijn eigen verhaaltjes verzinnen. En of dat nou als een soort vervolg was op de boeken die ik las of gewoon meer in het algemeen. Altijd mee bezig geweest. En ja, nog steeds. Ik word ook heel vervelend als ik lange tijd niet kan schrijven. Daar word ik heel onrustig van. Dan zit ik niet lekker in mijn vel. Dan word ik een beetje chagrijnig en kortaf. Dus dan moet je ook niet bij mij in de buurt komen. Dus in die zin, het is echt wel een stukje levensbehoefte. Nou, mij heb je anderhalve dag bezig gehouden aan één stuk door. Nu ben jij genomineerd voor die cultuurprijs. Ja. De talentprijs van de cultuurprijs. Hoe is dat? Ja, heel erg gaaf. Echt, ik vind het heel erg tof dat de provincie daar zoveel aandacht aan besteedt. Om te laten zien wat er allemaal aan talent en cultuur binnen Overijssel is. Dat doet mij heel veel. Ook gewoon als, nou ja, ik voel me met name Twentenaar. Daar kan ik niet heel veel aan doen, maar dat is wel zo. Maar ook als Overijsselaar vind ik dat heel erg leuk om te zien. Dat is ook heel erg inspirerend. Ja, en om dan onderdeel te zijn van van die nominaties voor de talentprijs met twee hele getalenteerde andere nominees. Dat is echt een eer.